Maar voor mij een wedstrijddag is niet anders dan normaal. De wekker zijn de kinderen, dus ik sta op samen met de vriendin als de kinderen wakker zijn. En koffietje maken zoals altijd, kinderen op het gemak hun ontbijt laten pakken, even wakker worden. En dat is gewoon relaxed blijven. Je hebt sommige spelers waar ik van weet, van, die zonderen zich graag af, die gaan heel graag op hotel of zo, een dag voor de wedstrijd met de ploeg. Maar dat is echt iets wat ik niet, dat doe ik niet graag. Ik wil vooral veel tijd met de kinderen besteden, thuis zijn, gewoon op mijn gemak zijn, niet te overfocussen, want dat is ook een gevaar, denk ik. Ik denk dat ontspannen toeleven naar een wedstrijd nog altijd de beste manier is. Ik denk, je moet ook altijd proberen jezelf te zijn. Het is niet omdat het wedstrijddag is dat je ineens anders moet gaan gedragen. We gaan ons best doen, man. Zoals altijd. Ja, bekervoetbal vind ik een belangrijke competitie, omdat het nog altijd heel cliché is, maar het is wel de snelste weg naar, of de kortste weg naar, naar Europa, zeker niet de gemakkelijkste. Ik denk dat het groot verschil is met competitie, dat in de beker een misstap betekent uitschakeling en dan is het gedaan. Dus dat daar de challenge in ligt voor bekercompetitie, dat je echt de beste vorm mogelijk moet hebben op de dag zelf. En ja, Genk heeft een goede bekergeschiedenis. En ja, met Anderlecht heb ik twee jaar geleden, de bekerfinale verloren helaas. Tegen Gent met penalties, dus ik wil die wel graag winnen. Dus in alle eerlijkheid heb ik daar wel een doelstelling van gemaakt. Ik heb geproefd van een finale, ik heb er eentje verloren en mijn doelstelling is toch om die dit jaar met Genk te winnen. Carlos, ¿cómo estás? Bien. Bien. Menos, pero intento, porque todos los chutes, todos los pases con un poco de altitud cambia. Ja, als je zulke wedstrijden speelt, zeker in het beginstadium van de beker, dat zijn gevaarlijke. Hè. We hebben het al gezien, er zijn al een paar ploegen uitgeschakeld geweest. Deze bekercampagne tegen op papier kleinere tegenstanders. En dat is gewoon een gevaarlijk. Ik denk dat de grootste vijand daarin jezelf is als ploeg. Omdat als je zelf die wedstrijd niet serieus neemt, dan gaat het jezelf onnodig moeilijk maken. Ik heb het geluk gehad dat ik een goede Spaanse keepertrainer heb gehad in het begin van mijn carrière. En die zei dat ook altijd. Hè. Je moet proberen altijd voor iedere wedstrijd een bepaald motivatiepunt te vinden. En daar je focus uit halen. En dat was bij mij nu niet anders. Mijn doel is de bekerfinale spelen. En ik weet, als ik dat doel wil bereiken, dan zullen die kleine tegenstanders ook eerst verslagen moeten worden. En dan is dan voor mij de intrinsieke motivatie die ik dan probeer over te dragen naar andere gasten, hè, om die wedstrijden ook serieus te nemen en ja, ons gewoon te kwalificeren. Boys, that we're the favorite today, that's clear, that's obvious, no question about it. But be the favorite for the right reason, not because we are a first division team, we have a fancy bus, nice watches, good wages, Louis Vuitton bags, fuck all that. If you want to be the favorite, show it on the pitch. Deserve on the pitch why we have what we have today. And if, like the coach said, we want to reach the final, starts today, boys. Be humble, but from the first second, 100%, nothing less. Good luck, boys! Ligt één in mijn aard dat ik vrij communicatief ben. Ik ben een natuurlijke leider, dus ik ben sowieso wel iemand die veel communiceert en richtlijnen probeert te geven. En als keeper heb je gewoon het spel voor u. En je kunt zoveel oplossen op het veld met goede coaching. Weet je, als je een bepaalde loopactie ziet van de tegenstander en je coacht naar je verdediger van kijk, hij komt eraan en hij heeft hem gezien. Daar kun je bijvoorbeeld heel veel gevaren mee oplossen. Dat lijkt banaal, maar dat maakt soms het verschil tussen een grote doelkans voor de tegenstander of niet. Ik denk dat we vooral vrij plat aan die wedstrijd begonnen. Hè. Eerlijk gezegd was ik wel aan het denken van ja, het gaat zo'n namiddag worden dat we zelf heel nonchalant zijn en dat we het onszelf onnodig moeilijk maken. En vanaf dat die 1-0 valt, merk je wel bij de tegenstander dat de ban ergens gebroken is en dat er bij hen wel wat het geloof dat er was begint weg te hebben. En ze zeggen van oké, vandaag gaat het toch niks worden. En dan hebben we die wedstrijd eigenlijk al bij al nog vrij volwassen uitgespeeld. En je moet gewoon geduldig zijn, omdat je weet tegen die ploegen dat ze goed georganiseerd willen spelen, de deur dicht houden en hopen op een foutje van ons of een counter. En dan is het echt een kwestie van die bal goed van links naar rechts te laten gaan. En hopen op een gaatje of een individuele actie. En we hebben genoeg gasten, gelijk Bonso, die die individuele actie hebben om het verschil te maken. En het is ook leuk om te zien dat wij gevaarlijk zijn en goals maken van heel wat verschillende spelers. Hè, dat ze ook als die een goaltje kan meepikken, dat is goed. En Zekiri voor zijn vertrouwen natuurlijk ook. Ja, ik zeg het, we hadden het gevoel dat het een thuiswedstrijd was. Dus het is altijd lastig als je op verplaatsing gaat spelen tegen een kleinere ploeg. Dan denk ik ook van, oef,
aan de ambiance en de atmosfeer van het stadion ga ik me niet kunnen optrekken, maar onze fans hebben 90 minuten lang echt het beste van zichzelf gegeven. En ja, ik zeg het, dan is het minste wat we kunnen doen is dankbaarheid uit. En ik denk dat de fans ook wel weten dat de geschiedenis van wat de geschiedenis van Genk is in het bekerparcours. Hè. Dus voor hen is dat ook een heel belangrijke competitie. Dus ik denk dat dat wederzijds respect zeker een belangrijk ingrediënt is voor een succesvolle bekercampagne. Succes geweest, joh.